in het huisje. Een Frozen Black. 10 uur zou die open gaan. Tada! Geniet van de Action Build. Ja, oh, we gaan op. Het is al best aan het kijken. Zo, Luxie, lunch. Vreselijke stem. Lekker wel met je spelen? Nou, Luan. Welk geheim plekje zijn we? Wilt nog een vriend? Hier liggen mama en Luxie. Houd hem maar zo. Een huisje. En een clubboekje. Wij zijn de Bellingaanse mini-vloggers en je hebt wel. Het is zondagochtend en wij zijn nog een weekendje weg hier bij Landal de Schatberg in Zeven. Ja. En we hebben lekker uitgeslapen, lekker gechilled. En nu al neem ik jullie even mee waar de meisjes zijn. Dan gaan we even naar mama toe. Goedemorgen, Luan. Hey, goedemorgen. En jullie horen aan mama's stem. Mijn stem is niet heel veel beter geworden. En Luxie ook. En Luxie ook niet. Het is nou de derde dag dat ik last van mijn stem heb. Ik heb ook niet. Het loopt niet goed, want ik heb het verkouden. Je bent verkouden, ja. Maar Luxie die heeft de hele nacht best wel koorts gehad. En dan ben ik heel erg blij dat ik nog borstvoeding geef, want ze heeft heel veel aan de borst gelegen. Dit is de derde dag dat ik het aan mijn stem heb, maar vandaag is mijn stem echt weg. Dus mama kan niet zoveel praten. Mama, je hebt je stem kwijt. Ja. Mama is even de stem kwijt vandaag. Ja. Vandaag gaan we weer naar huis. Het is de laatste dag. Maar we gaan niet nu al naar huis. We gaan vanavond pas naar huis. Ja. We gaan eerst vandaag nog lekker spelen. En nog lekker relaxen hier in het huisje. En ondanks dat Luxie niet helemaal lekker is, gaan we er wel weer gewoon een leuke dag van maken. We gaan vandaag een keer, denk ik, zwemmen in het zwembad. Mm-hmm. Het is heel koud buiten. Lekker in het warme zwembad. Zo, lekker in het warme zwembad. Ja, daar wil Luxie heel lekker blijven. Ja, het is lekker warm. Mama, die moet ook nog aankleden. Gezondheid. Doei dan. Dit is hier snottenbellerij naar huis ben ik gaan. Maar ik denk niet dat ik heel veel nog kan praten in deze vlog. Dus als jullie denken, goh Farah, wat ben jij stil vandaag in de vlog? Dan is dit de reden. Dus geniet vandaag weer gezellig met ons. Nee. Nee. Het is weer een tijdje verder. Luxie die heeft inmiddels een lekker slaapje gedaan. Kinderen hebben even lekker gechilled hier in het huisje. Hebben ze alles een beetje opgeruimd. En de kinderen hebben de jas al hier aan, want waar gaan we naartoe, kinderen? Mama, we gaan naar het zwembad. We gaan naar het zwembad. Het lijkt dat het opgeregend. Nee, sneeuwt. Ja, het is heel mooi buiten. Kijk, het heeft een beetje geijzeld, hè? Oh. Wat heb je gevonden? Wat is het? Koud. Een frozen blaadje. Kijk, ijs op het blaadje. Wauw. Zo koud is het. Het is 0 graden. We gaan gauw naar het warme zwembad. Oh, hier moet het warm zijn, toch? Ja. Zet hier de kachel aan? 10 uur zou die open gaan. Laat is het nu? 9:55. Zijn we de eerste? Zijn we de eerste? Hè? Nou, als ik in de vingers knip, staan we in de zwemkleding. 1, 2, 3. Tada! Daar zijn we dan. In het zwembad. Naar het zwembad. Ja, we zijn niet de eerste, maar het is nog heel rustig. We zijn de tweede, hè? Ja. Lekker rustig. Zondagochtend. En plonzen maar. Luxie is een beetje verkouden, dus we doen een beetje voorzichtig. Geniet van de actiebeeldjes van mama. En Luan en Lucilla. En papa en Luxie kijken. Luxie ook even pootje waden. Ja. Beetje voetje waden. Waar is het? Mijn broer is het. Ze zal eerst aan het kijken.
Nou, dan ga ik de kit erin. Slim maar. Goed hoor. Ga ik jullie duwen? Ja! Als ik sta bij zwemmen, ga ik een beetje op de water. Ja. Zo. Ze is nog steeds een klein beetje pupsje, dus we doen haar niet helemaal in het water. Maar Daniel wilde ook nog even met de kinderen van de glijbaan. Gaan we even kijken naar papa, Lil, Anna en Lucilla? Ja. Gaan ze van de glijbaan? Oeh, van de glijbaan. Hey. Lucilla. Zwempartij, nu al is er. Gezondheid. Wat willen jullie lunch? Lekkere tosti? Zo, Luxie, lunch alvast met mama. Wil je een tosti? Ja. Met kaas? Ja. En met ketchup? En ketchup. En nu al, wat wil jij? Voor mij een lekkere warme tosti en dan nog chocomelk met slagroom. Lekker warm inderdaad. Okido, op het weekendje weg, proost. Was weer gezellig, hè? Prooski! Kom je tomaat? Nou, Luxie heeft een beetje in het warme babybadje gepoedeld. En nou is ze even een beetje lekker aan het kleuren, schatje. Dat is een heel andere stem, maar... Ja, ik heb een hele vreselijke stem. Ik ken mijn eigen vrouw niet meer. Ik kan er niks aan doen, sorry. Papa, ik hoop echt dat het morgen beter gaat. Hoe die stem zo? Had je een schuurman stem. Ja, ik kan er niks aan doen aan mijn stem, jongens. Ik kan beter maar niet praten. Maar ja, dat wordt zo'n saaie vlog. Nee. Maar ja, Luxie voelt zich in ieder geval een klein beetje beter. Nee.
het wil even een beetje borstvoeding. Ja, dat is toch vaak het beste. Helemaal af. Dat is het fijnste, hè? Maar ze vinden het wel fijn om een beetje mee te doen, hè? Ze zullen ook lekker aan het kleuren. Was het leuk in het zwembad? Ja. Jawel, hè? Nou, dan lekker chocolademelk. En Luan, die kijkt televisie. Wat kijk je, jongen? Oh, reclame. Oh, reclame. Kijk daar. Is het weekendje al bijna ten einde, vader? Ik is weer zo hard, hè? Ja. Wij zeggen bon appetit. Eet smakelijk. Waar ben je, vriend? Hierboven. Oh. Nou, we zijn weer lekker in het huis. Gaan wij weer lekker welnestje spelen? Ja. Meisjes zitten lekker op de bank. Kijk, hier zitten mijn meisjes. Hallo, meisjes. Nou, lekker tekenfilmpjes kijken, hè? Met de troetelbeertjes. Ja. Lekker chillen, man. Zo, nou, Luan, waar gaan vader en zoon heen? Even wandelen. Ja, woeselpip uitlaten. Zo, Luan. Papa gaat met jou wandelen over het geheime pad, oké? Oké. Vind je dat spannend? Kijk, een heel geheim pad. Jij niet, hoor. Je mag je volgens mij helemaal niet wandelen, nu. Maar met woeselpip, we doen het gewoon eventjes. Kijk, en hier zomers gaan ze over de plas wakeboarden, zie je dat? Nou, Luan, vertel eens, welk geheim plekje zijn we nu? Pas... Het meer. Het meer, kijk. Van de kabelbaan. Wauw, dit is het meer. Het is wel koud, Lu. Nog even, dan kunnen ze hier waarschijnlijk schaatsen. Zo, en wij zijn aangekomen. Bij deze speeldoor waar Luan nog even gauw wil klimmen, hè? Lukt dat, jongen? Ja. Met die winterjas aan. 2 in papa's armen. Ja! Wil nog net, vriend? Zie je dat? Ja. Dit is een heel slim plan, Lu. Zo blijft je broek droog en schoon. Kijk hem gaan. Kijk hem gaan. Mooi uitzicht, toch? Het uitzicht op de plas. Mooie meer. Zo, woezel. Ben je moe van de lange wandeling, jongen? Woezel is helemaal moe van de lange wandeling van Baasje en Luan. En Pip. Hé, hey, Pip. Ja, we gaan het huisje weer opruimen. Het is een fijn huisje hier, hè? Ga jullie wel missen, hè? Ja, mama is de kindjes in bad aan doen. Keukenspullen, ja, die moeten allemaal nog weer in de etenstas. Dan natuurlijk deze spullen uit de gang. Moet allemaal nog ingepakt gaan worden. Je zit hier nog even filmpjes kijken. Gaan jullie ze ook nog even het laatste keer in het bubbelbad? Ja. Lekker gechilled in de sauna. Kamer weer helemaal in de koffer gepakt. Dag, warm saunaatje. We hebben van je genoten. En hier liggen mama en Lixie. Hallo. Lekker een warm badje? Ja. Ja? Nou, papa vast de koffer naar beneden tillen. En jij de kindjes was. Huh? Goed. Dag, maar wil nog badje. Ja. Ja, lekker warm. Wel beter, een lekker warm badje. Even dat doen. U een pipje in de auto? Oh. Woezel zit aan het sturen. Ja, Woezel gaat sturen. Start de motor maar, Woezel. Als alle lichten zijn gedoofd. Stapje uit. Dag, leuk vakantiehuisje. Ja. Dag, Lixie. Ja, helemaal uit. Nou, heb je genoten. Dag, leuk vakantiehuisje. Tot ziens in de vlogs. Wij gaan terug naar het restaurant en dan naar Hollywood. Dag, huisje. Doei, tot de volgende keer. We zullen jullie altijd blijven herinneren in onze vlog. Dag, jij gaat het huisje doen. Nummer 95. Nou, en we gaan nu lekker op naar het restaurant om ons laatste hapje te eten. En uitchecken. En dan gaan we uitchecken en dan gaan we weer de rit naar huis. Ja. We hebben geluk. Ja, ik zie Woezel moet huilen. Kijk, Woezel naar huis. Och, Woezeltje. Was zo fijn, moeder. Woezeltje ook mee. Pipje zit in het stoeltje van Luxie. Nou, vader rijdt stapvoets. Nou, we rijden stapvoets naar het restaurant om ons laatste hapje hier te eten. En dan gaan we op naar huis. Was een leuk weekendje uit, hoor. Ja, het was leuk, hè? Dat wou ik zeggen. Het was leuk. Dag, Paulo. Even de sleutels inleveren bij de receptie, hè? Ja. Hallo. We komen even de sleutel terug bij je. Oh. Kijk eens. Dank u wel. Het was een heel fijn huisje. Ja, die gehad. Het was heel erg leuk, hè? We gaan nu nog even afscheid eten en dan met een volle buik gewassen al in de auto. Terwijl Luan is nog in de ballenbak aan het wachten op hun. Ballenbakken? Ik heb alvast een stortensoepje. Jammer, smaakt het goed, mijn liefje? Zoet of zuur? Zoet of zuur? Zoet zuur? Zoet zuur. Nou, kinderen, en jullie? Wat hebben jullie een lekkere... Pannenkoek. Nou... Eet smakelijk. Dank je. Je krijgt hier muntjes bij het eten. En als je een bepaalde hoeveelheid muntjes hebt, kan je in deze kast wat leuks uitzoeken. Ja, we hebben er allebei 3. 3 muntjes. Dus even kijken. Kijk. Daar zijn de stickers, heb je er 1 voor nodig. Beker. Laat wil ik
Ik wil het niet. Kleurplaat. Heel vakantieboek. Ja. Of de kleuren. Dan kan je kleuren, ja. En, ik, ja? En je kan die doen. Of je kan die doen. Ik moet je daarom lachen, Luxie? Moet je daarom lachen? Lucilla doet. Nou, kan je erbij? Chill, net niet zien. Kijk, is Lucilla. Dank je. Zeg je dan? Kan je erbij? Ja, of jouw lampje? Nou, super. Dank je wel hoor. Doeg. Tot ziens. Lucilla heeft het doeboek. Luan heeft een. Kijk, een spinner. En Luxie, wat heb jij? Luxie heeft het zaklampje. Ja. Die is mooi. Kom maar. Nou, gaan we naar papa toe. Ja. Papa laten zien. Ja. Kijk eens, papa. Ze hebben wat van het muntje mogen uitzoeken. Kijk eens. Ja. Dat hebben ze uitgezocht. Een zaklampje sleutelhanger. Een spinner. Een spinner. En Lucilla heeft een kleurboek. En een kleurboekje. Nou, wat zeggen jullie al tegen Ballo? Dank je wel. Lucilla vindt kleuren zo leuk, dus die gaat meteen weer aan de kleurenrij. Dit is een lampje. Kan je dat zeggen, lamp? Lamp. Oh. Die is mooi. Is voor Luxie. Biefstuk spies. En de kinderen, wat hebben jullie voor iets lekkers? Een schapuit. Ja, en die mag je zelf versieren. Mm-hmm. Top, dat is leuk. Landbouw Schatberg, dank jullie wel voor dit leuke weekendje uit. Vond je het weer een leuke vlog? Doe even een duimpje omhoog. Klik niet abonneren. Belletje, dan zie je graag morgen weer. Tot morgen. Voeg je hart, boem boem mee. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee. Geniet je echt het meest. Samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boem, 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 mee. Dans mee en blijf.